Het stekken van de peperomia. Peperomia, peperplantje, is een plant met wat vettig blad, wat dikker blad. Deze zijn nieuw, ik zal het kaartje er even uithalen. En die heb ik in een aantal varianten hier staan. Dit is een mooie, eigenlijk een beetje een basic groene. Deze is mooi, ja, ik zou zeggen bijna zilver, zilverblauwig. Ze noemen hem ook wel rattenstaartje, deze variant. Want hij heeft van die mooie, lange aren die eigenlijk een beetje eruit zien en voelen als de staart van een rat. En hier staat nog een hele andere variant met veel dikker, vlezig blad. Het zijn planten die een aantal daarvan kunnen goed tegen droogte, niet allemaal. En je kunt ze vermeerderen door er bladstekken van te maken. Waarbij ik bij een bladstek, juist bij bijvoorbeeld een bladbegonia, echt alleen het blad gebruik. Dat zou met deze ook kunnen, maar mijn ervaring is dat wanneer ik hem zo min mogelijk snijd en juist een stuk van de steel gebruik, dat de kans dat ze wortels gaan vormen groter is en dat die niet zo snel zal gaan verrotten, want dat gebeurt nog wel eens. Wat heb ik nodig? Ik heb nodig een snijtegeltje en dat tegeltje wil ik graag dat het goed schoon is, dus ik gebruik een watje met een beetje alcohol, want ik ga natuurlijk een snijwond maken en ik wil graag dat de plantjes geen ziekte daardoor overbrengen. Dus we willen schoonwerken. Ik ontsmet het tegeltje eventjes. Ik gebruik ook een vlijmscherp mesje. Dit zijn nieuwe schilmesjes. Maar een afbreekmesje of een Stanley mesje zou ook kunnen. Ik gebruik deze even als voorbeeld. Wat ik nodig heb is een blad met daaraan nog een flink gedeelte van de steel. En dat steeltje dat ga ik schuin snijden. Eigenlijk zo schuin mogelijk. En doordat ik een scherp mesje heb met een gladde tegel, snijdt dat heel erg gemakkelijk. Om als voorbeeld ook de andere soorten te laten zien, zal ik ook hiervan even een stek nemen. Je ziet dat deze veel langere steeltjes heeft. Nou, dat is niet nodig. Ze moeten ongeveer een centimeter of 3 zijn. Dus deze ga ik ook schuin snijden. En dan hebben we nog de laatste soort. Dat is deze grote. Die heeft ook de grootste, stevigste bladeren. Ik neem een blad met een zo lang mogelijk stengeltje, want de stengels zijn niet zo heel groot hiervan. En ook die snijd ik mooi schuin weg. Zo heb ik hier de eerste 3 stekken liggen. Ik gebruik voor deze stekken de potmaat 9. Ik heb er al 2 gevuld. En die vul ik met stekgrond. Ga daar niet voorzichtig mee om. Druk het goed aan dat de zuurstof of de lucht in ieder geval zoveel mogelijk eruit is. Dit is al kant-en-klare stekgrond. Je kunt het ook zelf mengen. Tot ongeveer een centimeter onder de rand. Vervolgens heb ik al wat stekpoeder op het dekseltje gedaan. En die stekpoeder zorgt ervoor dat ze wat sneller wortelen. Er zit een groeihormoon in. En het zorgt er ook voor dat de kans op infecties, schimmels, dat die wat kleiner is. Ik heb dus 3 potjes klaarstaan. Ik ga het wondje wat ik gemaakt heb in een stekpoeder doen. Ik tik het even af, zodat er geen overtollig poeder aan zit, maar nog wel voldoende. En ik ga eigenlijk, bijvoorbeeld met een stokje, die heb ik toch nog hier liggen, ga ik een gaatje maken. Diep genoeg, zodat het steeltje erin kan. En nou is de kunst om het zo diep te steken, dat het ook het blad een stukje in de grond komt. Of in ieder geval de grond stevig raakt. Ik kan dat ook doen door nog een beetje grond toe te voegen. Want het plantje gaat wortels maken rondom de aanzet van het blad. En die moet dus niet te hoog boven het potje zitten. En eigenlijk is dit dan wel een mooie. Je ziet het steeltje dus helemaal niet meer. Dit is de eerste. De reden dat ik het blad niet zomaar in de pot steek, maar eerst een gaatje prik, is dat heel snel anders het steeltje afbreekt onder de grond zonder dat je het door hebt. Waardoor de kans heel klein is dat jouw stek het nog gaat doen. Dus ik prik een gaatje voor, ik steek hem er mooi in het midden van de pot, zodat ik straks alle ruimte rondom heb om het plantje te laten groeien. Ik zorg ervoor dat hij een klein beetje in de grond verdwijnt. En ook bij de laatste ga ik een gaatje maken en vervolgens zet ik hem erin. Een beetje grond erbij als het wat te laag is. En zo heb ik 3 stekken gemaakt van 3 verschillende variëteiten. Peperomia's. Deze gaan we onder een tunnelkast wegzetten. Hou ze vochtig, niet te nat, maar de grond mag niet uitdrogen, want dan stopt de ontwikkeling van de wortels. En na ongeveer een week of 3, tot soms bij deze wel 6 tot 8 weken, zullen er allemaal kleine plantjes hier langs verschijnen.
kost dus even geduld hebben, maar uiteindelijk zullen dit allemaal mooie nieuwe planten worden. En dat is het maken van een bladstek van een peperomia.